You must be Sharon. I'm Phil. How are you? I'm Sharon. Yes, nice I know. To meet you. I know. I've been expecting you. Okay. So, how are you doing? I'm having a good time. Yeah? Yeah. Okay. It's a great song. It's a great okay, song. Okay, great. Well, yeah. That's nice of you to, nice of you to sing. Yeah. Well, you written this? Yeah, yeah. Well, actually, this song was written for Danny DeVito. You know Danny DeVito? Yeah. Well, he was doing a film called War of the Roses, and he said, do you want to write me a song for this film? But anyway, I gave him the song. I thought it was great, and he didn't like it. Oh. Leuk om met hem samen te zingen en zo te horen hoe dat... Ja, hij zingt het oorspronkelijk en dan hoor je die stem, die feel die hij erin heeft. Dat is gek. Echt heel, heel verrassend. You know you can lie and you can hide. I'm not leaving this, you come with me. We better promise, but I'm on your side. You're all I need, please believe me. Sharon, she has a lovely vibrato. I'm very drawn to certain female voices. You know, some more than others, and her voice is very appealing. And she has, you know, sparkling eyes. She has this kind of effervescent personality. I mean, I've only met her for 10 minutes, you know, but I'm sure it'll sort of, you know, fall off the stage. Good. Yeah, that's it. Kick out the dust. Okay. Well done, well done. Thank you very much. Yeah, I wish you the best of luck. Ze zong het nummer tijdens de repetitie dus samen met Phil Collins. Maar nu luistert hij en moet zij het helemaal alleen doen. Dit is Something Happens on the Way to Heaven. In de uitvoering van Sharon! Guys. Heel. Ik weet niet hoor, maar een live band achter je, dansers om je heen, publiek. Voel je niet echt een ster al? Heel erg bevoorrecht voel ik me. Ja. Echt onwijs bevoorrecht. Ja, gaaf hè?
Nou, zullen we eens even kijken wat Phil Collins ervan vond? Ja, geestig dit. Mr. Collins, your comments, please. Oh, it was just lovely. It was just lovely. It was right on, pure, angelic. Great. And three cheers for the band, too. The band was great. Thank you. Nou, volgens mij had hij weinig woorden. Hè? Het was te gek. Veel energie, goede uitstraling. Dat is wat Phil allemaal zei. Wat heeft Henk Jan te zeggen? Hij heeft al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Nee, ik zit tijdens, terwijl je aan het zingen bent, de hele tijd na te denken, waarom zag ik jou toch niet? En waarom wou ik je toen laten gaan? Want je staat daar inderdaad, wat je zegt, Wendy. Ja, sorry, maar ik ben blij dat ik tot één keer ben gekomen. Je staat daar als een ongelofelijke ster. Wat ik fantastisch vind is, ieder nummer wat je zingt, je hebt zo'n eigen sound. Dat maakt jou speciaal, dat je het verschil kan maken. En ja, als jij zo'n nummer gaat zingen, dan ondanks het weer gaat de zon schijnen. Fantastisch. Mooie uitspraak. Henk. Erg goed gezongen, goede performance. Eén klein minpuntje, het was iets te gehaast gezongen. Iets te gehaast. Iets te gehaast. Ja, wat wil je met al die mannen onderheen, Henk? He, je zat echt... Ja, ik begrijp het wel. Marianne? Ja, ik vind het zo leuk dat je een nummer hebt uitgekozen van Phil Collins. Anders dan een ballad. Want je bent in up-tempo nummers ook fantastisch. Net zo goed als enkele weken geleden met I Wanna Dance With Somebody. Ben je up-tempo zo goed dat je het hele live publiek ook meekrijgt. En ik moet je eerlijk zeggen, je bent een absolute allrounder. En dat heb je nodig bij de X-Factor. Wauw. Ja, en moet Sharon wat jou betreft ook X-Factor winnen. Ze heeft je vanavond nodig. Dus bel dan naar 0909-0302 of sms Sharon naar 5656. Sharon, dankjewel. En we gaan samen even Mr. Phil Collins bedanken. Thank you so much.